eerste race van seizoen 2020. De 3 uur van Imola. 2020 was natuurlijk een beetje een raar seizoen voor de autosport met alle COVID en corona. Het lijkt er nu weer weg te denken uit ons normaal leven. En dus ook het 2020 GT was korter dan normaal. En de eerste race was volgens mij zit er een datum mee naar de series. Volgens mij ergens in mei, eind mei, begin juni vorig jaar. 3 uur van Imola. Monza ging niet door. Imola werd een vervanger, net als bij de Formule 1. Maakt onderdeel uit van de Endurance Cup. Niet de Sprint Cup, dat zijn twee races van een uur in een weekend. Twee sprintraces. De Endurance Cup zijn eigenlijk altijd andere races. Het is 29 graden in de lucht, de track is 37 graden. Ik ga een beetje verstaan voor die temperatuur. Ik zet hem even helemaal vol. Daar is het 3. De eerste pitstop. Ik ga vandaag gewoon dat ik hem even blijf zien. Ik zou verwonderd. En dan gaan we naar Thijs het 4. En op pitstop 2 gaan we naar Thijs het 5. Dat is het idee. Daar is het 6 over. Voor het geval dat. Maar in principe met 3 uur ga ik ervan uit dat we 3 stints van een uur rijden. Verder laat ik ervoor staan. Deze temperatuur hebben we toch goede druk van de motoren. Voor de circulatoren verbanden. Daarom moet ik zo even voor kunnen houden. Kijken naar de opstelling, startopstelling. Ik heb als eerste gekwalificeerd met de Bentley 108 car amateur class. Ik rijd nu 94% AI en 100% aggressiveness van de AI. En toch ben ik eerste geworden, had ik niet verwacht. Dat is heel eerlijk. Normaal kan ik met 93 kan ik me net redden. En dan kom ik meestal wel in de top 5 terecht. Dat is 94 precies van nou, dat heb ik goed gedaan. En dan een beetje met de verschillen die ik gereden. Maar goed, voor kwalificatie en race twee verschillende zaken. Wat zien we meer? 4 Audi's daarna achteraan. Naar in Benice in de Lexus Tech One Racing. Scholl in de Audi. 3 Porsches, dan de Mercedes. Eerste Mercedes was laat trouwens. Maro Engel, nummer 11. Weer een Porsche. Dan pas een Ferrari, ook pas laat. Heet in 2019 de Cantor Ferrari. In 2020 trouwens ook. Gepond is door Ferrari. Als fabrikant. De enige McLaren over zijn Coderich, dat is op nummer 17. En dan ben ik op Patricio op 18 en Kate op de 24ste plek. Goed, en meer de laatste is de BMW met Karim Auger. Botsokinium Racing. Anyway, alles goed ingesteld. Stay in single file. Stay clear on the curbs. Als ik daarmee kijk naar mijn fuel, staat je rechts, dan staat er een keer op 37 anders. Zo zou ik kunnen met 120 dat ik maar net genoeg heb. Dan gaat het bijna goed uitkomen. De Aston Martin het meest gebruikt is een stuk. Maar die is vrij economisch op brandstof. Aardig, even kijken, de Aston Martin Bentley 2016-2018. Hij is fastest en high fuel 2 en 3 zijn een bit slower, normal fuel consumption, two different throttle maps. Oké.
zou nog 2 en 3 kunnen gaan. En 4 is het langzaamst. Dus 1 of 2 eigenlijk gebruiken. Als het rad wet wordt, dan zet hem naar 5. Oké, okay. Dus even handig om te weten. Stel dat het verbruik inderdaad erg groot is, want kom ik snel naar achter. Het liefst blijft ik op de snelste engine setting rijden. Binnen uit te verwarmen. Eén keer moet ik het loopvlak van de band een beetje proberen te rubben en op te warmen.
geen brokken. Ik had zo'n helder ook. Hartelijk remmen voor Tamburello Chicane. Van de bocht. Na het verdedigen en 94 veel veranderd hier. Vroeger was het een veel luchtbocht. Nu ook een chicane geworden. Tosa Herpin. Tosa goed mogelijk uit moet komen om de heuvel op te kunnen klimmen. De knik Piratella. Vanaf de Piratella naar beneden. Remmen. Akker eraan. Chicane, variante Alta. Let ook op de volle overeenkorossen. Het scheelt gewoon aanzienlijk. Als het lukt, een snellere lijn te pakken. Vatse 1, vatse 2, iets sneller. En we gaan door. En we zijn een klein beetje los van de rest van het veld. 1,6 seconden vanaf de nummer 2. Master stap voor de race, man. Good job. Goed, kijk of we een beetje vol kunnen houden. Zoals gezegd, ik ben al tijden gewend. AI zit in 93% te rijden. Snelheid. Deze de laatste tijd zoveel online, dat ik er toch een beetje skills van afhalen. AI op 94% gezet. Daarmee de aggressiveness op 100 in plaats van op default 60. Zand, ja dat vertraagt. Niet in de vierde van je kwijt, het weer stuurt zand te gaan. Als ik kijk naar mijn bochten. Ja, het weer rechtsboven in de car control. Een beetje aan hoe snel je de bocht kan gaan. Eigenlijk is even, je gaat met perfect zijn door de bocht heen. Dan een paar beetje blauw gevoelig. Dat is eigenlijk allemaal. Maar je kan best harder. Zo voelt het niet. Gaatjes flitten, dat was net 1,6 seconden, dus 1,2
uit, een beetje wil oversturen bij mishandelen van het gaspedaal. Kan je dat natuurlijk wel counteren met tractiepatroon, aanpassen, sterker maken, maar ja, dat maakt je natuurlijk langzamer. Tractiepatroon zorgt gewoon dat je motor een beetje inhoudt. Fastest lap of the race, great job man. Dat is eigenlijk geen goed idee. Beter geluid van het gaspedaal. Het virtuele voetje. Dat helpt meer. Zijn dat ze echt de afmeting van die auto weten. Als je natuurlijk rechts in de bed ligt, zoiets wordt dat een minuscule brein maar heel moeilijk kan bevatten. De bed is dat gewoon. De zijkant is het stuk wat zo verder wordt. Links van je zit waar je geen stuk auto hebt. Zelf met de stuur links zit. Maakt dat er een enorme berg auto links van me zit. Daar ben je dus heel makkelijk mee. Curbstones, gras of andere auto's raakt als je niet uit doet. Zijn ook niks zeggen. Achter de kwalificatie sneller dan de nummer 2. Zegt dat je moest halen heel langzaam in. Maar het is een lange race.
geluid van deze auto was ook wel nog machtig. Dat de bruine geluid van de motor. 4 turbo en drivetrain. Ja, dat fout gaat fout, hè. Ja, dan zie je dat het fout gaat op zijn rembordje. En toen lagen we ineens 60. Ongelukkig. Nou, dan gaan we hier al eens krijgen. Car on the right.
was al langs, hè. Dit gaat hem zo niet worden natuurlijk. Stap hem aggressief naar 100. Car on the left. Clear on the left. Als dat hem is, gaat aggressief mooi terug naar 60. Car on the left. Zit je aan de binnenkant van de bocht? Clear on the left. Dan ben je er langs. Staan aan bad driving. Ja, ik zit wel aan de binnenkant. Met mijn neus voor hem. Dan is de bocht ook voor jou, zeg maar. Mathieu Jamier, Porsche nummer 12. GX is het. Ja, GX Racing.
blauwe in de rode Porsche nummer 99. De Porsches zijn vochten eigenlijk van sneller rijden. Daarom de exit side van de vochten van hoger zijn. De Porsches zouden ook de vochten heen kunnen. Dat is de algemeenheid. Boven mij onder de 220 km per uur. En daarna trek ik ervoor. Car on the right. Clear on the right. En door. AK, 55. Out. Bijna een half uur op weg. En in een half uur heb ik 42 liter brandstof verbrand. Dus verschrikkelijk dorstig is deze auto ook niet.
die rijders, te meer heb ik nu vertrouwen in en weet ik hoe die reageert. Maar enkele maanden volledig Aston Martin hebben gereden. Aardig door op mijn gas en mijn rempunt te zijn. Hard op mijn gas kan gaan voordat ik de mond draai. Powerhouse heeft deze motor echt niet te geloven. Lijkt me dat er eigenlijk geen vertraging in de versnelling komt. Zoals je bij de 250 komt. Zoals hij bij die auto komen. Nou, die heeft niet heel veel zwakke plekken. Thank you.
Car on the right. You take the right. Clear on the right. Grab. Car on the right. Clear on the right. Car on the right. Clear on the right. Ah, dit was een kutzie. Hallo, hoe dan de stabiliteit van de band hier om erin te houden. Wolf in eigen. Prodriver, de Audi 3131. Mijn volgende tegenstander. Maar die ligt nog 9 seconden voor me. Kijk, zie je dat het een heel kopgroepje is. Eigenlijk
48, rij 47, 1. 2. 46, oké. Nee, 47, ik zag het verkeerd. Was het een half seconde te honderd dichterbij. Ik zie zo'n rijden daar. Het is het hele controle zit op 4. Bijvoorbeeld de chicane, de vuurende chicane. Net een auto die links van hem zit. Dus ik denk dat je het stripje van de bestaande randje van de curve dan pakt. Nee hoor, pak dan het voordeel met die gele ruggetjes erop. Dan moet je auto eigenlijk wat breder aan dan komt. Ik denk. De auto is een stuk breder dan. Zeggen toch wel of niet. Dat zijn suspension en of plaatsschade. En plaatsschade, stel even voor dat je plaatsschade in je voorkant hebt, dan kun je je topsnelheid niet meer halen. Dus dan moet je het ook laten repareren. Dat is allemaal relatief, dat is nooit misschien heel veel op de laatste tijd. Dus nu kan zeggen dat allemaal voorlopen, dan kan ik het wel beter ook gewoon doen. Zelf zijn vaak niet volledig aan hun sponsoring te herkennen. Rowe Racing is makkelijk omdat daar hele grote Rowe op die auto staat. Sentinel of WRT eigenlijk niet. Dat ik per ronde een seconde dichterbij kom, jongens.
tijden liggen een stuk dichter bij elkaar. Ten opzichte van mijn eigen tijden die ik rijd. Wat leuk was dat ook 93 en rijden en 92 en 90 enzovoort. Uiteindelijk word je gewoon sneller. Degene die eerder de vingers hebben, die worden sneller en sneller. Er zijn online genoeg mensen die hier een rondetijd van 1.42, 1.41 of neerzetten. Nou, dat kan ik. Hele curves aan zijn raggen. Met een Audi of een Ferrari. Die kan je echt shaken. Dus eigenlijk gewoon wat netter er doorheen gaan. Pak je snelheid op andere punten weer. Zijn rij 47, zijn rij 46. Langzaam wat meer. Zekerheid mee.
Gillis hier op de pet. Te agressief, te snel. De bocht uit het gas op gaan. Die lange wielbasis spelen in één keer. Even los. Meteen naar de ritmen. Wat een auto. De Aston Martin Wildlows er absoluut erg snel in ook. Vind ik. Voor mijn zet, voor mij niet. Als je denkt dat deze auto enorm groot is. Dan heb ik niet aan elkaar natuurlijk komen. Een pakket heeft die diffuser zo lucht aan hem mogelijk te krijgen onder die auto. Ik zet deze auto naast de Ferrari, naast de Audi, naast de McLaren. Ik denk van ja, die dingen zien er snel uit van zichzelf. Laag gestroomlijnd. Vergeleken daarmee lijkt dit ding op een vrachttrein. Ik zie vliegen jongens, de bochten hier. Waar zijn ze dan? De McLaren's en de Ferrari's. Stel het op. Tergend langzaam. Dat ik inloop. Ik heb ze in het vizier. Ik kan ze zien rijden, met name hier bij de viewers. Dan zie je ze in de verte de knik omgaan. Ik ga allemaal stint mee te rijden. Ik zie het reserve. Ik
weet nooit. Er staat nu 84 minuten verbruikt. Dat is een informatieronde. Dat is de volgende steeds nog meer. Schade repareren, waarschijnlijk nog een klein stukje achter. Ik denk dat ik schade heb namelijk. Daar heb ik er geen last van. Yep, there you go.
100 liever. Tanken. En voor de rest doe ik niks. 2 seconden schade. Normaal zou het 30 seconden duren. Dit was deel 1 van een 3 uur race. Uren 2 en 3 die komen wel. Misschien vandaag en anders morgen denk ik. Subscribe mijn kanaal en dan krijg je een seintje wanneer ik online ben. En dan ga ik weer verder racen. Top, dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer.